Op verzoek van de Evangelische Broedergemeente, EBG, heeft het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij een volkssteunproject op het terrein van de basisschool aan de Kaikoesiestraat te Geiersvliet aangelegd. Op woensdag 17 april 2019 vond de launch plaats, waarbij onder toeziend oog van de medewerkers van dit ministerie verschillende soorten gewassen zijn geplant. De middag werd afgesloten middels een certificaatuitreiking aan trainers die eerder hebben meegedaan aan moestuinprojecten. We zijn hier op Geiersvliet vandaag om precies te zijn in de Kaikoesiestraat. Er vindt een heel mooi en belangrijk activiteit plaats. Kunt u daar meer over vertellen? Ja, terecht gezegd een heel mooie activiteit. Dit maak je niet makkelijk mee. Er is een verzoek gedaan door de gemeente voor het aanleggen of helpen aanleggen van een moestuin. En wij hebben dan als LVV op ingespeeld. De heer Warso, een bekende wat betreft moestuinen aanleggen en verzorgen van training, is bereid gevonden. En daarmee zijn we dan van start gegaan. En vandaag is het de dag. Vandaag is de launch van de moestuin. En tevens ook uitreiking van de certificaten voor de trainers. Trainde trainersopleiding. Training die is verzorgd hier. Vanwaar dit initiatief? Laat me eerlijk zijn, dit is het initiatief van de gemeente zelf. De heer Reinald Enveld heeft een beroep gedaan op mij van willen een moestuin beginnen. En zoals ik zei, als je hoort dat mensen ook belangstelling hebben voor moestuinen, dan moet je niet meer raar zijn, je moet gelijk inspelen vandaar. Betekent dit dat mensen tegenwoordig niet helemaal bewust zijn van hoe een plant in de grond te doen of hoe te planten of hoe aan groenten te komen of hoe zelf groenten te telen? Niet dat men het niet weet, men weet het. Maar het probleem is, we leven in een andere wereld nu, een moderne wereld. Men is eerder geneigd om met een mobieltje bezig te zijn dan op het veld bezig te zijn. En dat is wat we missen. U heeft net hier zelf mogen aanschouwen hoe iedereen zij aan zij bezig is. Dit maak je gewoon niet mee. Ik zie hier, meneer Reinald, wat activiteiten. Wat zou u hierover kunnen vertellen? En wat is uw rol in deze? Nou, laat me beginnen. Vanuit de diaconie, dat is de EWG-gemeente waar mijn moeder dus een training heeft gehad. En die training moesten ze in de praktijk uitvoeren. En toen zei mijn moeder Marijnel, help me met dat project. Want jij hebt altijd dat moestuinen gedaan. En zij zijn dus de projectbewaarders. En ik ben dus de projectcoördinator. En ik coördineer het en manage het zo een beetje. Zou u even specifiek kunnen uitleggen wat voor training uw moeder heeft gehad? Mijn moeder heeft dus samen met de andere participanten, zij hebben een trainde trainers training gaat van LVV, waarbij ze hebben geleerd om plantmateriaal te maken, oculeren, enten, marcoteren, zaailingen te maken, het pesticidengebruik, hoe je pesticiden moet gebruiken. We werken vooral hier organic, dus bijvoorbeeld met middelen die alleen vanuit de natuur komen. Daar praten we over. Een beetje een biologisch systeem. Ja, het is een beetje biologisch. Waarom we niet dat woord biologisch niet gebruiken, omdat biologisch een beetje strakker is. Biologisch zou je eigenlijk alleen in het binnenland kunnen doen. Want op het moment je met mensen in aanraking komt, bijvoorbeeld door wagens die langs rijden, is het eigenlijk niet meer al biologisch. Is dit het eerste project van u zelf? Nee, dit is eigenlijk, ik weet niet, mijn hoeveelste moestuinen project. Ik heb het toen de tijd gedaan met meneer Soeklaal op Sport en Jeugdzaken, dat was CEP. Toen was ik jeugdparlementariër en toen was ik dus bezig met deze projecten. Maar dit is wel waar ik het zo'n beetje helemaal van de grond moest trekken. Ja. Men denkt, denk ik, meestal van als je gaat planten, moet het op een grote schaal gebeuren. En zo met de familie samen is het misschien niet helemaal mogelijk. En ik zie dat het door het ministerie wel wordt mogelijk gemaakt. Wat zou u als een heel belangrijke boodschap willen meegeven aan de mensen die thuis zitten en een stukje grond beschikbaar hebben, maar nog niets eraan doen? Kijk, om groenten te planten heb je echt niet een groot areaal nodig. Als je een stukje terrein vrij hebt op je erf, kan je ermee beginnen. Je hoeft echt niet aan groot landbouw te doen. Je kan zelfvoorzienend zijn. Omspit het, begin ermee
doe wat. Je onderhoudt je erf daarmee. Maar ook belangrijk is, en heel belangrijk zelfs, is dat je weet wat je plant en hoe je het behandelt. Je weet, tegenwoordig praat men vaak over organisch telen. Wat is organisch telen? Telen met zo min mogelijk chemische stoffen. Heeft u het zelf geplant, dan weet u waarmee u uw plant heeft geplant en wat u eet. Ja, dat is een van de aspecten van de moestuinen. Maar ander is ook de bezigheid. Je gaat niet bezig zijn met onnodige zaken, zoals wij het noemen, de hele dag met een mobiel bezig zijn. Je bent bezig met beweging ook, dat is ook belangrijk. Wat ook belangrijk is, vooral in kinderrijke buurten, dat de kinderen ook meedoen. Ze leren, men zegt, wat je jong leert, dat is oud gedaan. En wat is beter dan zelfvoorzienend zijn wat betreft voedsel? Je zorgt voor je eigen voeding. Als het over is, kan je het verkopen, is ook een beetje extra inkomen voor jezelf. Zou het niet goed zijn, of ook niet goed zijn, wanneer de kinderen op school dit zouden mogen leren? Ja, natuurlijk, want daarom heeft LVV ook een afdeling schooltuinen. Dus we gaan ook naar scholen, we leren kinderen ook daar planten. Ook natuurlijk met de bedoeling dat wat ze ook op school hebben geleerd naast hun reguliere schoolwerk, tuinieren, dat ze ook meenemen naar huis. Met de bedoeling ook dat de ouders ook meedoen in dat geval. U ziet er nog vrij jong uit. Is het een uitdaging als een van de jongeren om met zoiets te beginnen? Nou kijk, sowieso is het een uitdaging, omdat dit wilde ik eigenlijk al in 2007 doen. Maar we waren nog niet zo ver met de gemeente en intussen zijn we dus ready om het te doen. Maar waarom het een uitdaging is, het gaat niet alleen om gemeenteleden. Het gaat vooral om de mensen, de gezinnen van de buurt. We noemen het voor het gemak moestuinen, maar eigenlijk kan je het volkstuinen noemen. Omdat het volk dus bezig is. Dus de gezinnen zijn bezig. En we zijn dus gestart met 15. En die 15 gaan dus de rest trainen, waarbij we mikken op 100 stuks, 200 stuks. We hebben genoeg ruimte om verder te gaan. En wat de mensen hier hebben geleerd, ligt in de bedoeling dat ze dat thuis doen. Verder geef ik ook trainingen en mijn trainingen moeten nog volgen. En dat is budgetteren, kostprijscalculaties, omdat uiteindelijk moet je kunnen berekenen van wanneer je die plantjes koopt en al het materiaal, hoeveel zet je in en hoeveel winst maak je als je het buiten zou kopen. Wat gaat er precies mee gebeuren wanneer er geoogst is? Oké, wanneer er geoogst is, dus hier op de gemeente, op het terrein van de gemeente, de helft is van de mensen. En het andere gedeelte, die andere helft, dat wordt verkocht en dat is ter versterking van de gemeentekas, zodat het project on the run door kan gaan, zodat we steeds kunnen herinvesteren. Wat is het volgende project? Wat gaat u hierna doen? Betekent dat dat weer een ander gebied wordt aangedaan? Ja, ik heb net van meneer Waars begrepen dat vrijdag ik weer ergens moet zijn waar ze gaan beginnen. Dus de aanvragen komen. Soms denk je van, ja, hebben we niet mantekort? Dus bij de één, het begint bij de één, men ziet de voordelen en men wil uitbreiden. En wij zorgen wel ervoor dat we overal zijn waar we kunnen zijn. En we stimuleren het natuurlijk ook, ja. Zeker weten. Kijkt u... Bijna heel Suriname weet dat de districten wel aan landbouw doen. We zijn nu in Paramaribo, om precies te zijn in Paramaribo Noord. Ik denk dat het een bewuste keus is geweest om in Paramaribo dit ook te doen, omdat er in Paramaribo weinig aan landbouw wordt gedaan of geplant. Ja, weet, men kent Paramaribo als een woongebied. Ja. En denk van ja, Paramaribo, daar ga je niet aan landbouw kunnen, maar dit is een voorbeeld. Dit is een bewijs dat het ook kan. En niet alleen hier, omdat er wat ruimer perceel over is, maar op elk erf is er een hoekje. En 1 vierkante meter is al meer dan genoeg. Dus het hoeft niet zo te zijn dat je aan landbouw moet doen per se in een district. Nee, binnen een woongebied, op je erf, kan je aan landbouw doen, ja. Ik zie dat jullie nog genoeg ruimte, genoeg grond beschikbaar hebben. Is het de bedoeling dat jullie ook gaan uitbreiden en wanneer denkt u dat te doen? Nou, sowieso gaan we uitbreiden en we beginnen. Dus dit is vandaag onze eerste fase met praktijklessen. En na 2 weken beginnen we weer met ploegen. En dan gaan we steeds verder. Hoe meer gezinnen zich aanbieden vanuit de wijk, Geiersleet en omgeving, dan gaan we steeds stappen verder. Wilt u tenslotte een oproep doen of een boodschap mee willen geven aan de omliggende gebieden of de gezinnen die in de omliggende gebieden wonen om toch een beetje de zaak te komen ondersteunen?
Ja, sowieso doe ik een oproep naar alle buurtbewoners van Geerstrijd en omgeving van, heb je het gemist? En denk je van, wacht even, eigenlijk kan net mee ons ook hebben gemeld. Het is natuurlijk niet te laat, je kan je altijd nog aanmelden. Je kan gewoon op de zondag tussen 10 en 12 naar de gemeente komen en dan kom je in aanmerking of in contact met de mensen, met ons. En dan kunnen we dus verder met u gaan en uw gezin en dan kunnen we planten. Verder ga je ook mensen hebben die bijvoorbeeld misschien geen terrein hebben. Die mensen kunnen dus ook wel ook hier bij komen. Directeur, er zijn heel wat families, of laat mij zo stellen, er zijn heel wat mensen in de woonwijken, ook in de districten en ook in de stad, die grote stukken erven hebben. Ik heb gevallen meegemaakt waarbij mensen bijvoorbeeld in een hele kleine bouwkavel wonen, toch? Een woning en misschien een enkele vierkante meter aan grond over hebben en ze planten erin. Dan zie je tijgerbladplantjes, je ziet peperplantjes of amsooi of dat soort van dingen. Maar mensen die grote arealen gronden beschikbaar hebben, die doen er juist helemaal niks aan. Wat voor boodschap heeft u voor die mensen? Kijk, dat is het jammerlijke ervan. Hè? Men kent de waarde van landbouw nog niet, denk ik. Landbouw is iets waar je heel veel meer kan doen. Echt heel veel kan je meedoen. Dus wat ik zou zeggen is van, laat het niet onbenut. Als je het zelf niet gebruikt, sta het tenminste aan een derde af. Je hoeft de rechten niet over te dragen, maar geef iemand de gelegenheid. Stel iemand in de gelegenheid om ook een beetje aan de landbouw te doen. Hij kan ervan leven, je kan ook wat eruit halen. En zo blijven we ook gezond eten. Dat is het doel juist, ja. Dat we weten wat we eten. Directeur, dankjewel en heel veel succes met het project verder. Graag gedaan, dankjewel.